goed. En het is heel erg belangrijk dat je rondom de school je veilig gedraagt. En als het goed is, hebben jullie een maandje geleden, klopt dat ongeveer, meegedaan aan de verkeersproef. Klopt toch? En dan moest je toch volgens mij een parcoursje rijden, hè? En volgens mij hebben jullie dat best wel goed gedaan. Ja, en zelfs zo goed dat jullie van alle basisscholen in Almelo gewonnen hebben. Jullie krijgen daarvoor een mooie beker. Maar, die mag je sowieso houden. En normaal hebben we dan nog een veel grotere wisselbeker. En die wordt dan elk jaar wordt die verdeeld over de school die dan gewonnen heeft. Maar nou is er wel wat speciaals aan de hand. Want jullie hebben hem nu voor de derde keer gewonnen. Vorig jaar niet, want vorig jaar heb ik hem uitgereikt aan een andere school. In 2002 een keer. In 2002? 17 jaar geleden. En in 2010. En in 2010. Dus, nou is het, ja. En dat betekent dat jullie die ook mogen houden. Yay! Die moet ik nou doen. Anders komen jullie gewoon gezamenlijk halen. Die kleine berg, waarvoor hebben jullie die mooie beker gekregen? Nou, wij hebben gefietst en wij zijn de beste klas in het verkeer. In het verkeer, ja. En hoe hebben jullie dat geleerd dan? Met een verkeersexamen. Ah, ja. Heb je thuis ook geoefend daarvoor? Ja, we kregen een plattegrond mee en dan gingen we de route fietsen. Zeg, heb je die nacht ervoor wel geslapen? Jawel hoor. Thank you.